geweest. Vader Tuna's moeder Iris is een mooie rassige merrie, inmiddels 21 jaar, heeft zich keurig laten zien. Zij is ook tevens keurmerrie, wat aangeeft dat ze een goede vruchtbare fokmerrie is. En zij is vandaag hier de aanvoerder bij de sterrubriek. Een merrie die goed in elkaar zit, net beenwerk en correcte bewegingen. Ze wordt gevolgd, ja, dat verdient ook een applausje. Ze wordt gevolgd door nummer 35 Wendy van meneer de Graaf uit Gramsbergen. Ook een tuner uit de moeder Olma. We houden regel A voor de landbouwbruikbaarheid. De mentor moet nog een keertje over. Wendy, ook een zeer rastiekische merrie die correct is gebouwd en zich vandaag netjes heeft voorgesteld. En ook natuurlijk een applaus voor Wendy. Van de heet Doran, die Doran, die van de heet Timo. Gefeliciteerd met jullie merrie. 18, Lindy van Meneer Nummer 22, Johanna van Meneer van Bakhuis. Nummer 19, Streden van Marita van Oostel. Nummer 27, Aretha van Meneer. Deze baas gaat klaarmaken in de zometeen aan de deur. Nou, kijk eens wat een prachtige rij aan paarden hebben staan. We doen een hele rustige eerste ronde. Want het is warm goed. En de kampioenen zometeen weer terug in de ring voor het dagkampioenschap. Ik heb hele goede woord.